dat geweld tegen die gemeenschap loopt verschrikkelijk uit de hand. We moeten natuurlijk echt nog wel weten wat er precies gebeurd is. Daar ga ik echt geen uitspraken over doen. Hè? Feit is dat het waarschijnlijk te maken heeft met die regenboogvlaggen die daar hingen. Kan een ruzie zijn in die flat. Kan ook echt onverdunde homohaat zijn. Nou ja, die buurt is natuurlijk een buurt waar ik als vrouw niet zo gauw hand in hand met een andere vrouw zou lopen in die wijk. Onze wijkagenten die weten echt precies op welke straten en pleinen het niet veilig is voor homo's. Zitten jongens nou op de nek? Straf ze nou? Zijn ze minderjarig? Straf dan via de ouders? Ik vind het leuker al die voorlichting en dat we nu regenboogtrams laten rondrijden. D66 zegt dat allemaal de schuld is van mensen uit Urk en uit Twente. We weten allemaal dat het niet waar is. Er wordt een rapport door de GroenLinks-wethouder in een la verstopt waarin staat dat er heel veel anti-homo geweld is in deze stad. Wanneer gaan we eens ophouden met ouwe hoeren en met regenboogvlagjes ophangen? En wat, ja, er liggen nu mensen in het ziekenhuis, jongens. Moet er eerst iemand dood of zo?